Voor de kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming in Reuzel staat PvdA-raadslid Dick Boman uit Nuenen. Hij deelt roze driehoekjes uit aan de parochianen. Mensen kunnen die opspelden om te laten zien dat ze het niet eens zijn met het standpunt van de pastoor. Verwacht u dat u ook de communie zult krijgen? Ik hoop het. Ik bedoel, we leven in een tijd waarin barmhartigheid en saamhorigheid, gemeenschapszin voorop staan. Sommigen nemen het symbolische papiertje enthousiast aan. Dus de pastoor die zat fout vorige week? Ik vond het wel. Wat is ze hier allemaal klaar maken? Die pastoor, wat maakt die allemaal klaar? Anderen willen er niks mee te maken hebben. Vrouwen kunt schaart op de gauwet. Tijdens de Eucharistieviering maakt pastor Buijens nogmaals duidelijk hoe hij denkt over homoseksuelen in zijn kerk. En na iedere val of misstap kan en moet iedere gelovige zich eerst met een oprechte biecht met God verzoenen. Wil hij of zij toetreden tot de tafel des Heren. En dit geldt voor iedere zware zonde van welke aard dan ook. Gesteld tegen de 10 geboden. In zijn preek noemde de pastoor homo zijn een zware zonde. Omdat hij niet wilde dat de communie onderdeel zou zijn van een demonstratie, besloot hij helemaal geen hosties uit te delen. En daarop verliet een aantal mensen de kerk, onder wie Henk Krol. Wij waren altijd bang dat imams een slechte invloed zouden kunnen hebben op de jeugd. Maar zo'n pastoor, als je zegt grote zonde, een zondaar dien je te straffen. Wat moet je dan doen met geweld tegen homoseksuelen? Ik zit wel met heel veel vragen nu. Voor Dick Boman was de viering één grote teleurstelling. Ik wil niet dat de parochianen de communie blijvend wordt ontzegd. Ik ga contact opnemen met het bisdom en ik hoop daar de discussie die nu op gang is gebracht breder te kunnen trekken. Pastor Buijens wil niet voor de camera reageren. Hij verwees in zijn preek naar het bisdom. Hij zou alleen maar uitvoeren wat door het bisdom was bepaald.